De minister en de bond bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie hebben deze week een onderhoud gehad. Daarbij zijn knelpunten waarmee de bond zit besproken. Bondsvoorzitter Glenn Swamy-Prasad zegt dat bevorderingen, gratificaties en vaste aanstellingen van het personeel op de agenda stonden. We hebben afspraken gemaakt. Er zal contact opgenomen met de hoofd-PZ met betrekking tot de bevorderingsvoorstellen van de ambtenaren. Dat van de gratificaties zegt de minister dat alles in orde is. Dat van de vaste aanstellingen, daarmee is ze bezig. En dat zijn zowel de punten en de bevorderingen van de overige ambtenaren die hier op het ministerie werkzaam zijn. Minister Saskia Walden heeft extra aandacht van de bond gevraagd om erop toe te zien dat alle personeelsleden hun werk naar behoren doen. Er is ook een deel die thuis zit en omdat er zoveel mensen zijn aangetrokken waarbij je op bepaalde afdelingen meer mensen hebt dan stoelen om op te zitten zijn, is er ook een deel die thuis zit, maar met salaris. En dan hebben we ook een deel die in feite efficiënter, optimaal ingezet moet worden. Die niet thuis zitten, misschien wel op kantoor verschijnen, maar niet helemaal bewust zijn van wat hun taken moeten zijn en hoe ze die behoren uit te voeren. En vooral die groep is een belangrijke aandachtspunt. He, die groep die misschien wel vrij regelmatig aan het werk verschijnt, maar waarvan de prestaties verbeterd kunnen worden. En vooral die groep heeft onze aandacht, waar we kijken van welke afdeling, binnen welke functie passen ze het best. Samen met de bond zullen er oplossingen worden gezocht voor deze groep ambtenaren, besluit minister Walden.